een knuffelman mee. Als je daar helemaal geen zin in hebt, toch eerst even lekker een... Leuke Luxie. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En ja, het is vandaag woensdagochtend, 7 uur. Vara ligt nog lekker met de kindjes in bed. En ik dacht, ik ga alvast naar beneden. Even woezelen, Dup. Wakker maken. Hey, lekker geslapen? En kijk eens wie er als eerste beneden is gekomen. Mijn lieve Luxie. Hoi. Heb je lekker geslapen? Ja, ik heb de hondjes al uitgelaten. En het wordt een mooi dagje. En een beetje bewolkt. Ja. Maar gaan we lekker spelen, hè? Is pop moe? Ja. Ja, ze gaat pop weer in de poppenwagen leggen. En we lekker slapen. Nou, je bent echt goed poppenmoedertje, Luxie. Ja. Ja. Wil jij ook een kopje thee? Nee. Nee? Oké. Okay. Ja, ook. Ze drinkt melk. En daar is ook mijn prinses Lucilla. Goedemorgen, lieve. Goedemorgen. Ja, morgen. Kijk eens, mijn liefste. Goedemorgen. Lekker eten. Jij wilde... Ga lekker eten. Nu al die komt eraan, dus nog even zelf eens haar. Dan gaan we lekker omhoog. En een hele goede morgen, Luan. Goedemorgen. Wat zit je haar goed, man? Dank je. Smakelijk. Zie je lopen binnen, nee? Ja. Lopen, lopen. En Luan is wat gek op een havermoutpapje, hè, jongen? Dan hebben we hier een knuffelmomentje. Luxie zit optreden, hè? Nee, Luxie treedt ook heel veel op voor jullie, hè? Nee. Mooi, Luxie. Wauw. Hey, Luan, weet je wat grappig is? Wat Luxie nu heel veel doet, hè? Zo. Gaat ze zingen en brabbelen in zichzelf en dan met een microfoontje in de hand. Ja, ja. Dat is precies wat jij ook deed. Echt? Toen jij ik twee... Ook? Ja, ja. Nee. Ja. Oh, dan... Lucilla die wil... Lucilla, wat? Ik ga met mijn vriendinnen en ballerina. Jij wilt met jouw vriendinnen en ballerina groepje Lotte beginnen. Lotte en Sofie en ik. En Lotte en Sofie. Die kunnen ook wel goed balletten. Dan ga jij een balletgroepje beginnen. En Luxie wil dansen? Ja. Of ga je zingen? Dan gaat Lucilla dansen. Ja, bij. Ah. Oh, je wil je ook een jurk aan? Ze ook een jurk aan. Ze wil ook een jurk aan. Ze ziet jou aan. Je wat aan? Even Jezus. Even een vleesjurk. Ja, doe maar aan. Nee. Nou. Wat heeft ze? Ja, ze heeft hier een beetje een rode plekje. Wat heeft ze gedaan dan? Ik wou iets pakken. Ja. Luxie wou een knuffel geven. En toen ging ze weer zo opzij. En toen ging Luxie... Stoot hij tegen haar aan. Ja. Oh. Kijk, Luxie, hier hebben we jouw prinsessenjurk. Ik heb mijn balletjurk. Ja, je balletjurk. Kom maar, liefie. Wil je deze aan? Ja? Help even. Oh. Is deze te klein of zo? Nee, je had ze hem over je hoofd aan moeten doen. Oh. Je moet hem verkeerd om aan. Je moet hem over je hoofd doen. Zo. En dan door. Zo. Doe maar. Kom maar, Luxie, jij ook. Oh, voel je wat ging je zeggen? Even kletsen. Ja. Ja. Kletsen. Oké. Okay. Luxie kletst ook wel heel veel, hoor. Ja. Ja. De muisjes hebben zich omgekleed. En Luan die is de DJ, hè? Ja. Thank you.
helemaal geen zin in, jongens. Maar goed, het moet toch echt eventjes. Kijk, het is ontzettend vies, miserig weer. Maar we gaan erop uit. Ja, ga je ook je jas uit doen? Want we gaan even boodschappen doen. En we gaan de auto wassen. Want ik zeg ontzettend vies. En dat is echt zo'n klusje dat je even lekker kan doen op zo'n regenachtige, vieze, hangerige dag. Dat we eventjes eruit gaan, zeg maar. Dus we gaan eerst eventjes de auto wassen in de wasstraat. En even de binnenkant stofzuigen en zo. Dat is een lekker klusje om even lekker met z'n allen te doen. En daarna rijden we even door langs de supermarkt. Kunnen de kinderen even in de auto blijven met Daniel. Ga ik even snel de boodschapjes doen. En dan hebben we ook weer de boodschapjes naar huis. Ja, kunnen ze even een dvd'tje kijken in de auto. We hebben zo'n dvd-spelletje. Terwijl mama even boodschapjes gaan doen, zijn we er toch eventjes met z'n allen uit. Ondanks dat we er helemaal geen zin in hebben. Gaan we het toch eventjes doen. Lucilla heeft een regenjas aan. En de regenlaarsjes aan. Ja, doen we de jurk even aan. Uit. En dan gaan we ook jouw jas even aan. Goed, doe hem ook. Ja, maar schatje, je kunt niet met je jurk naar buiten. Dan word je hele jurk nat. Kijk, Lucilla heeft ook de jurk uitgedaan. Dan gaan we straks weer terugkomen, mag je jurk weer aan. Goed? Doen we nu even de jurk weer uit. We wouden de auto gaan schoonmaken, maar vader zegt laten we toch eerst even lekker gaan wandelen. Ruik eens, jongens, hoe lekker het ruikt. Het heeft geregend. En dan heeft de natuur zo'n hele lekkere, frisse geur. Nou, Luxie die slaapt. En we gaan hier eens eventjes... Dus we gaan nog eventjes een lekker wandelingetje maken. Sorry, stoute mama, hè? Nou, Lucilla vond het gelukkig wel grappig, hè, liefie? Nou, kijk eens, gaan we zusje duwen, hè? Ah.
vandaan? Papa, heb jij jullie al gezien? Oh! Schokken we Boefies. Ik weet niet hoe papa... Is papa ook verstopt? Oh, is papa ook verstopt? Papa? Papa, waar is papa nou? Kans ben je. Papa? Serieus, hij zit goed verstopt, want ik weet niet waar hij is. Ik zie hem al. Ik hoor wel wat. Ik zie hem. Daar is papa. Daar staat de grote kerstboom. Achter de grote kerstboom, ja. Daar is papa Luxie. Onze wandeling zit erop. We gaan terug naar de auto. En dan gaan we lekker onze auto wassen bij de autowasstraat. Dag, mooi uitzicht. Hier is een leuke wandeling. Goed zo, schatje. Fijn te horen. Nou, en de auto is aardig vies. Dus we gaan maar even naar de wasstraat. Dat is om de stofzuigen met alle duifjes. Eerst wassen. Wat is dat, Luxie? Gaan we de auto wassen? Ja. Ja, oh, ja. Helemaal nat. Zie je dat? Lekker soppen, soppen. Water. Zijn, is er regen. Kijk, dan gaan ze wassen, de ramen. Met de borstels. Gaan er langs. Zie je dat? Ha. Mooi, hè? Hij komt ook bij jullie langs, hè? Zie je dat? Ja, net bij mij. Ja, bij jou ook. Wat is dat? Dan gaan we naar de volgende wasstraat. Dat was de eerste. Zie je dat? Dat was de voorwas en dit is de hoofdwas. Mm-hmm. Luxie vond het even spannend, hè? Kijk, ja. Ja, dan gaan ze hier de ramen schoonmaken. Ja, ah, en een poppetje. Dat is mooi. En hier een bloemetje. Dat is grappig, hè? Hij heeft een auto gemaakt. Luan heeft een auto getekend. Oeh, wat gaan we nou doen, Luxie? Wat is dat? Dat is de hoofdwas. Oh, komen de volgende barstels weer. Wat is dat? De auto van is klaar. Niet helemaal klaar. We gaan nou nog stofzuigen. Gaan jullie mee helpen stofzuigen? Ja. Ja, alle kruimeltjes. Ja. Ja, ja, hebben jullie kruimeltjes. Hebben jullie al ook kruimeltjes? Ja. Ja? Luxie zit even hier op dit steuntje. Ja, dat kon ze het beter zien, hè? Dat kon ze het beter zien. Ja, dan gaan we uit de auto. Twee, hoppatee. Zo, kijk. En nou is hij helemaal weer mooi schoon. En dan gaan we hem nog even met deze stofzuigerslangen even helemaal uitstofzuigen. Zo, kom er maar uit jongens. Voorzichtig met de lolly, hè? Hé? Voorzichtig met de lolly, ja? Ja. Oké, okay, niet rennen met de lolly, oké? Okay? Ja. Nee, Lu. Goed zo. En Lu gaat hier stofzuigen. Goed bezig, jongen. Zie je dat, Luxie? De stofzuiger. Heel goed, jongens. Even de matjes stofzuigen. Alle kruimeltjes eruit. En de bioscoop zet aan. Ja, we hebben de handen gewassen. Ja, ik heb de bioscoop aangezet. Kan jij even je boodschappen doen?
Ja, mama neemt jullie mee. Ik blijf in de auto. Fijn, helikoptertelefoon, dichtbij jouw stoeltje. Dankjewel. Zo, nou, terwijl hun even in de bioscoopauto hun filmpje kijken, gaat mama eventjes naar binnen. Bij de supermarkt. Alweer klaar is met film kijken? Kom jij even in de cockpit, hè? Ben je even aan het bellen? Wie ben je aan het bellen? Opa en oma? Ja. Ja, ze belde eventjes. Nou, dat vindt ze leuk. Even bellen. Auto. Ja. Ja, ja, je wil graag auto rijden. Maar dat mag je pas leren als je 17 bent. Dus nog even 15 jaartjes wachten. Maar het gaat snel genoeg, hoor. Nou, oké. Okay. Hun zitten daar. Lekker in de bioscoop. Mooie film, kinderen. Goed zo. Ja, waar wil je daarheen? De auto is leeg, dus die ga ik even vol drinken. Nou, en mijn liefste die heeft alle boodschapjes weer ingegaan. Ja, ja, nog een. Oh, wat heb jij veel? Madonna! Had jij zoveel? Madonna! 1, 2, 3, 4, 5. 7. En ik heb er 2, 4. Ik heb er 5. Dus Luxie heeft er 2 meer. Luxie, kom maar. Lucilla is een heel mooi unicorn werkje aan het maken, schatje. Allemaal mooie steentjes. Haar eigen unicorn zit daar op school. Ik denk dat ze nou doen. Unicorn. En hij is ook een mooie unicorn aan het maken. Alle visjes er weer in, Luxie? Oh, wat is het? Beter ze? Even kijken. Luxie. Luxie, je bent nog geen baby. Ja, een soort baby. Klaar voor de start. Lucilla is een werkje maken. Ik ga er nu veel pakken, hoor. Gezondheid. En gestopt. Even tellen. Spanse spelen. Of. Nou, Luxie heeft gewonnen. Ik had 1 meer, maar Luxie... Er zijn nu 3 meer. Oh, zijn dat jouw visjes? Ja, echt dat gezichtje ook. Het gezichtje, ja. Luxie. Ze is heel erg van de gezichtjes op het moment, hè? En 5. Luxie. Aardappelen. Dankjewel, Luxie. Ik had zo te wagen op die plaat. Mooi, liefie. We sluiten deze dag af voor vandaag. Luxie is een beetje moe, we gaan ze lekker koken. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimen omhoog. Vergeet niet te abonneren. En klik op het belletje. We zien jullie morgen weer in een nieuw vlog. Tot morgen. Volg je hart, bom bom mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, bom bom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee. Bom bom bom. Bom bom mee, dans mee en blijf in staan.